Meerdere landen zijn begonnen met de derde ronde coronavaccinaties. Uit studies blijkt dat de effectiviteit van coronavaccins na verloop van tijd afneemt. Een derde prik moet dan meer bescherming geven. In Frankrijk en de Verenigde Staten krijgen kwetsbaren een derde coronaprik. Israël laat iedereen boven de 40 nog een derde keer vaccineren. En dat is nummer 3. De nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett geeft zelf het voorbeeld. Israël is de pionier van de derde dose van de vaccins tegen het COVID-virus. We zien profound effectiveness, efficacy of the vaccines. Israël was het eerste land dat op grote schaal vaccineerde, maar het lijkt erop dat de effectiviteit van het vaccin langzaam afneemt. De besmettingen lopen op. Ernstig ziek zijn vooral de mensen die niet gevaccineerd zijn, maar er zijn ook uitzonderingen. התחסנו בחיסון השלישי, זה הדבר הכי יעיל שיש לנו כדי לעצור את הדלטה. באמת, הדבר הכי יעיל, אנחנו ראשונים בעולם שעושים את זה. אנחנו בהתפשטות מאוד גדולה, בהדבקה, וזה דבר באמת שכל אחד יכול לעשות. Iedereen boven de 40 krijgt nu een derde dosis Pfizer. Maar wie jonger is en in de zorg, in verpleeghuizen of in het onderwijs werkt, wordt aangespoord ook een derde prik te halen. I thought it was very important to be able to take the third vaccine. I work with a population of students who are 12 and under. They haven't been vaccinated. They can't get vaccinated. And I wanted to be as protected as possible when I go back to school. Maar er is kritiek. Wanneer rijke landen nu de eigen bevolking bij gaan prikken, wordt het nooit wat met het vaccineren van de rest van de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie wil juist dat kwetsbare landen voorrang krijgen. In Nederland zijn we nog niet zo ver. De Gezondheidsraad komt in september met een advies over een mogelijke derde prik.